Goedenavond. Welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en deze week weer op geheel eigen wijze in het nieuws kwam. Want met behulp van verborgen camera's ontmaskerden wij de praktijken van een geraffineerde criminele bende die Nederlandse handelaren grof geld uit de zakken klopte. Een grootscheepse undercover-operatie met een wel zeer opmerkelijke arrestatie tot gevolg. Die pet past ons allemaal, zullen we maar zeggen. Volgende week is onze hele uitzending aan de ontmaskering van deze bende zwendelaars gewijd. Maar nu krijgt u, heet van de naald, vast een voorproefje. In de McDonald's bij het MVV-stadion ontmoeten we de handelaren die ons een partij sigaretten hebben aangeboden van 2200 sloffen. Marktwaarde 125.000 gulden. De prijs per slof is buitengewoon aantrekkelijk. Te mooi eigenlijk om waar te zijn. 17,5 gulden slof. We hebben 1000 Malbo hebben liggen en 1200 bemerkelijke mengen. Een Cavalier ook helemaal wat heel zonder filter bij. We krijgen een slof als monster en betalen letterlijk onder tafel 1000 gulden aan. Ja, na tellen ze. De deal wordt beklonken, de val is gezet. Maar het loesje drietal vermoedt niets en gaat tevreden weg. Op de dag van de deal wachten de drie ons al op. Wanneer wij met ons gehuurde busje arriveren, blijft één van hen op de uitkijk staan. De twee anderen komen ons tegemoet. Gadegeslagen door diverse verborgen camera's. Eén van hen neemt ons busje mee om de lading sigaretten op te halen. En dan wachten we af. Na ruim een uur komt het busje terug. Gevuld met bijna 500.000 sigaretten. Als we de handelaren mogen geloven. Op het moment dat we moeten betalen, gaat Peter erop af. Ja, dat was allemaal uitermate spannend, want er gebeurde natuurlijk nog een heleboel meer. Volgende week, hier bij SBS6, kunt u stap voor stap zien hoe geraffineerd de bende opereerde. Maar natuurlijk ook hoe genadeloos onze verborgen camera's dat allemaal vastlegden, tot en met de confrontatie met de bende. Nou, dat dus volgende week. Zorg dat u er geen seconde van mist. In onze rubriek Signalement vragen we vanavond uw aandacht voor de raadselachtige en verdachte verdwijning van een 63-jarige Tilburger, naar wie de politie de afgelopen dagen met man en macht op zoek is geweest. De 63-jarige Pierre van Roosendaal uit Tilburg wordt sinds maandagnacht vermist. Sinds die tijd is een massale zoektocht naar hem gaande. Meneer van Roosendaal, die is maandagavond rond 8 uur is hij naar de repetitie gegaan van het zangkoor waar hij van deel uitmaakt. Is daar rond 1 uur vertrokken en vanaf die tijd is hij spoorloos. Van Roosendaal was op zijn fiets op weg naar zijn woning. Zijn rijwiel werd tegen een boom in het Westerpark in Tilburg teruggevonden. Ook werden in deze omgeving bladmuziek en een lege portemonnee van Roosendaal aangetroffen. Bij de intensieve zoektocht werden een ME-peloton en duikers van de brandweer ingezet. Maar er ontbreekt nog steeds ieder spoor van de Tilburger die hartpatiënt is. We hebben hier in het Wandelbos een vrij grote vijver. Het kan ook zijn dat de man te water is geraakt op de een of andere manier. Maar dat is allemaal nog gissen wat ik nu vertel. Het signalement van Pierre van Roosendaal luidt 1,70 meter. Gezet postuur. Rond gezicht, dun wit grijs haar, spitse neus en grijsblauwe ogen.
Op de avond van zijn verdwijning droeg hij de volgende kleding. Bruine trui met rits, wit overhemd, lichtbruine ribbroek, bruine sokken en veterschoenen. Ook droeg hij een gladde, gouden trouwring en een gouden horloge met zwarte band. Het ergste in dit geval zou zijn dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Maar het kan ook zo zijn dat de man onwel geworden is op een of andere manier en ergens een heenkomen heeft gezocht. Als u weet waar de heer Van Roosendaal is, of als u andere informatie over hem heeft die verder kan helpen, belt u dan de politie in Tilburg. Het telefoonnummer is 013 5328 500. Ik herhaal nog even 013 5328 500. Het begon allemaal als een verdwijningszaak waar de politie zich niet al te veel zorgen over maakte. Volwassen vrouw, niet teruggekeerd, geen aanwijzingen voor een misdrijf. Dat waren zo ongeveer de kernwoorden van de politiemutatie. Die volwassen vrouw was de 54-jarige Renate Schauerhammer. En ze was op zondag 1 december 1996 niet thuis teruggekeerd na een weekendverblijf in haar vakantiebungalowtje nummer 206 in Noordwijkerhout. Haar familie was echter zeer ongerust, want het was niets voor Renate om zomaar weg te blijven. En die zorg was niet ten onrechte, zo bleek wel, want korte tijd later ontrolde zich een bizar misdrijf. Kijkt u naar de moord in bungalow 206. Het is de nacht van zondag 1 op maandag 2 december 1996. Twee agenten van de politie Duin en Bollestreek voeren controle uit bij een vakantiehuisje op bungalowpark Solacy in Noordwijkerhout. De eigenaresse, een Duitse dame die er dat weekende alleen verbleef, is namelijk net telefonisch door haar familie als vermist opgegeven. De vermiste vrouw had zaterdag in Duitsland terug moeten zijn en nu is het al maandag. De agenten zien niets verdachts. Die ochtend in alle vroegte arriveren de ongeruste man, de zoon en de moeder van de vermiste vrouw bij de politie in Noordwijk. Er wordt direct een zoekactie op touw gezet. Die begint langs de provinciale weg N206 tussen Haarlem en Leiden. Daar was op vrijdagavond om 11 uur namelijk al een verlaten zwarte auto met Duits kenteken gesignaleerd. Achter de Duitse auto staat nog een auto. Het is een oud model groene Mercedes. De eigenaar is nergens te bekennen. Als het gezelschap arriveert, blijkt het inderdaad om de wagen van de Duitse dame te gaan. Zoon Christian van de Duitse vrouw heeft reservesleutels meegenomen en stapt in. Het valt hem op dat de bestuurdersstoel erg ver naar achteren staat. Hij concludeert dat zijn moeder er dus niet als laatste in heeft gezeten. Bovendien is de auto, een automaat, tegen de gewoonte van zijn moeder in op de handrem gezet. In een vakje ligt een sleutel van de bungalow. Ze rijden met z'n allen naar de bungalow die de afgelopen nacht nog vluchtig was bekeken door twee agenten. Het is een ritje van amper 5 minuten. Als de Duitse familie en de agenten op het bungalowpark arriveren, wacht hen een gruwelijke vondst. Naast haar bed ligt de 54-jarige Renate Schauerhammer. Zij was de afgelopen nacht door de agenten over het hoofd gezien. De vrouw blijkt op gruwelijke wijze te zijn vermoord. Ze heeft diepe steekwonden in haar rug,
een ingeslagen schedel en een plastic zak over haar hoofd. En met de vondst van deze Duitse dame begint een ongelooflijk rechercheonderzoek met een serieuze hoofdverdachte. Ik had een mes bij, ik had een soort Stanley mes daarbij. Een verborgen dubbelleven. Ik heb niet de indruk dat ik de enige was waar ze het mee deed. En een juridische afwikkeling vol verrassingen. Ik heb ook bewijsmateriaal gemasseerd totdat het daar terecht kwam waar ze het wilden hebben. Dat alles dus in de moord in bungalow 206. Een moordmysterie dat een Agatha Christie-titel zou kunnen zijn, maar bittere werkelijkheid is. De recherche arresteert al snel een belangrijke verdachte. Maar is hij ook de dader? En wat is dan zijn motief? Na de reclame het antwoord. Tot zo. Vrijdag 29 november 1996 wordt in haar vakantiehuisje, bungalow 206 in Noordwijkerhout, Renate Schauerhammer vermoord. Een Duitse vrouw van middelbare leeftijd. Tijdstip van haar gewelddadige dood moet ergens tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds liggen. Zo wordt later vastgesteld. Maar wie is de dader en wat is zijn motief? De sporen zijn talrijk, maar de oplossing allesbehalve eenvoudig. De vrouw werd pas 3 dagen later gevonden. Ze was op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De Duitse vrouw blijkt een dame van stand uit het stadje Ratingen in het Ruhrgebied. Ze is gehuwd met een manager bij de staalgigant Mannesmann. Het paar heeft een zoon, Christian. Ook in Duitsland is de moord groot nieuws. 15 jaar geleden kochten Renate en haar man een bungalow op vakantiepark Solassie in Noordwijkerhout. De vrouw komt zodoende al heel lang en heel vaak in Nederland. Renate koestert het huisje op het bungalowpark, getuige de duizenden marken die ze jaarlijks uitgeeft aan het verfraaien ervan. Een van de mensen die ze hier liet kennen is de in ons land wonende Duitser Uri Helberg. Hij is klusjesman op het bungalowpark en komt zodoende vaak bij Renate over de vloer. Renate had mij gezien als ik mijn huis renoveerd heb. En zij had de behoefte daaraan dat ik haar huis ook renoveer, van buiten en van binnen. En daar zijn we bij elkaar gekomen. Zij vraagde en ik zeg, ja, dat doe ik. U was een soort klusjesman voor haar? Juist. Wat vond u haar voor vrouw? Ja, wat voor een vrouw. Een heel aparte vrouw, een heel dure vrouw, die heeft laten zien, zij is wat beters dan andere vrouwen die in deze park rondlopen. Dus extravagant, heel dure kleding en heel veel sieraden, dure sieraden. Dus zij had laten zien dat zij steeds wat beters moet aanhebben dan andere vrouwen. Wat deed het u toen u hoorde dat zij dood was, dat ze vermoord was? Nou, ik schrikte. Ik schrikte als die recherche aan de deur kwam en mij vraagde de maandagavond dat daar een vreselijke moord is gebeurd. Schrikte ik daarvan. En hoe reageert man op zoiets vreselijks? Was u daar verdrietig om? U was op haar gesteld. Nou, ik was kwaad. Hoe kan dat nou? Maar verdrietig, nou, dat is zo snel gebeurd. Die recherche die kwam binnen en zegt, Renate is vermoord. En dat moest man eerst maar verwerken. En ik was kwaad. Ik zeg, hoe kan dat nou? En ja. Direct na de vondst van het lichaam start de recherche een onderzoek en ontdekt dat de dader of daders hun uiterste best hebben gedaan om hun sporen uit te wissen. Er zijn ook geen sporen van braak. Na de moord zijn de deuren op slot gedraaid. Het slachtoffer heeft dus zelf haar moordenaar binnengelaten, of de dader was in het bezit van een sleutel. In de woning is grondig schoongemaakt. In de gootsteen in de keuken worden nog wel resten van bloed aangetroffen. En op de grond naast het aanrecht staat als stille getuige
nog een emmertje met sop. Alhoewel de politie in eerste instantie niet uitgaat van roof, blijkt later, zo stellen Renates nabestaanden vast, dat er toch het een en ander weg is. Het gaat om een paar honderd mark, autosleutels en huissleutels en dit exclusieve hartvormige handtasje met daarin een rood adresseboekje. Verder heeft de dader de trouwring en nog een andere ring van de vingers van het slachtoffer getrokken. Ondanks de schoonmaakdrift van de dader zijn er toch enkele belangrijke sporen in de bungalow. In de woonkamer zijn enkele delen van schoenafdrukken in bloed achtergebleven. Eén ervan is een hele voorste helft van een schoen, waarvan dit de originele afdruk is. Omdat in de woonkamer alles netjes op zijn plaats staat, concludeert de recherche dat hier waarschijnlijk geen worsteling heeft plaatsgevonden. In de woonkamer staan ook een wijnglas en een koffiekopje, die beide zijn gebruikt. En in de keuken staat op het gasfornuis een pan met erin nog een bodempje soep. Sexy wijst later uit dat het slachtoffer bloedresten onder haar nagels heeft. Waarschijnlijk doordat zij zich hevig heeft verzet. Onder het lichaam was bovendien nog een afgebroken nagel van haar gevonden. Op de plaats delict wordt ook een aantal haren gevonden die, na onderzoek, niet van het slachtoffer blijken te zijn. En er is nog meer. De vrouw heeft, zo stelt het gerechtelijk laboratorium vast, seksueel contact gehad. In en op haar lichaam zijn spermasporen gevonden. In haar slipje en op het laken van het bed wordt ook sperma aangetroffen. Omdat de vrouw helemaal gekleed is gevonden en omdat er ondanks al het geconstateerde geweld ook verder niets wijst op een verkrachting, gaat de recherche ervan uit dat het slachtoffer niet seksueel is misbruikt. Het gevonden sperma zou dus dan afkomstig zijn van een vrijwillig seksueel contact. Waaraan de vrouw precies is overleden, kan niet worden vastgesteld. Zowel de steekwonden, de slagen op de schedel als verstikking door de plastic zak kunnen haar dood hebben veroorzaakt. In de eerste week van januari zien schaatsers onder het ijs van dit meer, vlak achter het park, twee kaarsenkandelaars liggen. Ze worden opgevist en blijken uit het huisje van Renate afkomstig. Onderzoek leert dat met deze kandelaars de schedel van het slachtoffer waarschijnlijk is ingeslagen. Het steekwapen waarmee de vrouw is toegetakeld blijft spoorloos. Twee weken na de vondst van haar lichaam lijkt intensief recherchewerk vruchten af te werpen. Er wordt iemand gearresteerd. Het is een Duitse man, wellicht een bekende van het slachtoffer, suggereren de kranten direct. En inderdaad, het blijkt te gaan om de Duitse klusjesman die voor Renate werkte, de 40-jarige Uli Hellberg. Hij vertelt zelf wat er die vrijdagmiddag en avond volgens hem is gebeurd. Ik had een heel korte klus bij haar te doen. Wij hadden vooravond afgesproken dat ik om 16 uur bij haar langskom. En dan heb ik een buitenlamp repareerd. Repareerd in den zinne, ik wil des repareren. En die lamp, die fitting, die was zerschmort, dus kapot. Dus heb ik dat laten zijn. En zij kwam tegen 16 uur naar huis. En dan heb ik van binnen een klein werk gedaan, geboord en gekeken. Had u gereedschap bij u? Ik had gereedschap bij. Wat? Ik had een kitschbout bij, ik had één keer handschoenen bij, ik had een mes bij, ik had een soort Stanley mes erbij. En ik had een soort vloeibaar teer erbij, omdat ik een lekkage op dat dak wilde repareren. Maar daarvoor had u ook een mes bij? Daar had ik ook een mes bij, ja. Aansluitend hebben wij nog een glas wijn gedronken, rode wijn. En dan had zij gezegd, joh, ik breng je even naar huis. En dan zijn wij in het auto gestapt, zij had mij naar huis gebracht. En in dit moment heb ik ze niet meer gezien. En wat heeft u met uw gereedschap gedaan? Mijn gereedschap die heb ik op de tuintafel laten leren. In eerste instantie heb ik... Als ik Hellbergs verhaal in de montage terugzie, klinkt dat niet onaannemelijk. Kort samengevat zegt hij, ik ben de klusjesman en had met haar privéleven helemaal niets te maken. Hij heeft ook nooit iets met haar gehad, zo zegt hij, en heeft daarom ook geen motief. Er is niemand die hem op dat punt kan tegenspreken. Ook de politie niet.
Toch bekruipt mij wel het gevoel dat Helberg iets meer was dan alleen een klusjesman. Zijn verhaal is doorspekt met momenten waarop hij kopjes koffie dronk met Renate. Er gezellig een glaasje wijn werd geschonken. Ook bracht zij Oelie vaak met haar auto weg en nam bijvoorbeeld cadeautjes voor hem mee. Je kan dat verdacht noemen, maar ook gewoon hartelijk en gastvrij. En ook al zou het verdacht zijn, daarmee ben je natuurlijk nog niet meteen een moordenaar. Maar de politie vindt het vooralsnog allemaal wel verdacht. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat Helbergs alibi voor het tijdstip van de moord, dat volgens de recherche tussen 5:00 PM en 8:00 PM moet liggen, rammelt. Oelie verklaart tegenover de recherche namelijk dat hij, nadat Renate hem om 5:00 thuis had afgezet, net de snackbar en de supermarkt is geweest. Maar op die plaatsen herinnert niemand zich zijn bezoek. Een huiszoeking bij hem levert een sleutel op die past op de slaapkamerdeuren van de bungalow van Renate. Bovendien vindt de recherche dat de zool van een paar schoenen van Oelie verdacht veel lijkt op de gevonden schoenafdruk in het bloed in het huisje van Renate. En ook vindt de recherche een getuige die zegt dat Helberg vrijdagavond tussen 7:10 en 7:30 bij Renates bungalow is geweest. Deze getuige, die ook op het park woont en de klusjesman wel kent, merkt nog op dat zij hem er witjes uit vond zien. De aanwijzingen stapelen zich verder op. Weer een andere getuige verklaart dat hij rond diezelfde tijd een ijselijke schreeuw hoorde uit de richting van Renates bungalow. Bovendien vindt de recherche het erg verdacht dat de plastic zak gevuld met gereedschap, inclusief een groot mes die Helbergs volgens eigen zeggen immers had meegenomen naar Renate om het dak te repareren, spoorloos is verdwenen. En Helberg is zeker in Renates huis geweest. Uit laboratoriumonderzoek blijkt namelijk dat hij uit het wijnglas heeft gedronken dat in de bungalow is gevonden. Maar de meest overtuigende aanwijzing komt uit andere sporenonderzoek aan de binnenkant van de plastic zak die om het hoofd van het slachtoffer zat. Daar is de afdruk van Helbergs rechterduim aangetroffen. De zaak lijkt rond. Op 27 maart 1997 moet Helberg voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. En hoewel het gevonden sperma niet van hem is, zegt de officier van justitie Renkens er zeker van te zijn dat Helberg de moordenaar is. Ze eist 9 jaar cel. Maar tot verbijstering van het OM spreekt de rechtbank in Den Haag Helberg vrij. Ik heb wel eens zaken gezien waarbij de verdachte voor minder is veroordeeld. Een vingerafdruk aan de binnenkant van de zak, het mes dat weg is, de getuigen. Soms heeft het recht wel eens wat weg van een loterij, denk ik wel eens. Voor welke rechtbank kom je? Wie is de officier van justitie? En vooral ook, wie is je advocaat? Hoe vaak heb ik niet meegemaakt dat na het pleidooi van een advocaat vaststaande feiten ineens bleken te rammelen. Resolute getuigenverklaringen in feite twijfelachtige verhalen waren. En uniek technisch bewijs op half Nederland van toepassing was. En een zekere veroordeling vervolgens een keiharde vrijspraak werd. Mevrouw Bos uit Lisse was destijds de verdediger van Helberg. Wat vindt u van het rechercheonderzoek in deze zaak? Ik krijg de indruk dat de politie heel snel wilde scoren. En op die manier het hele onderzoek praktisch in gang heeft gezet en beëindigd heeft. Ik denk dat als je met zo'n onderzoek begint, dan sta je op een pad. En ja, bij iedere zijweg moet je kijken of dat ook een pad is of dat de hoofdweg moet zijn. En ja, ik denk dat ze voor de eerste zijweg al iemand hadden die misschien in aanmerking kwam. En vervolgens hebben ze alle zijpaden niet meer bekeken en hebben één rechte koers gevaren. En daar hebben ze toch een aantal middelen niet geschuwd om dat ook te kunnen blijven doen. Het is dus een heel eenzijdig onderzoek geweest, vindt u? Ja, en daar ben ik ook van geschrokken. Dat kan ik er ook wel bij zeggen. Ze hebben, bewijsmateriaal achterwege gelaten. Wat ze dus vanuit praktisch oogpunt, denk ik, lastig vonden om daarmee te werken. Nou, dat is helemaal verdwenen onder in een kast. Dat weet ik omdat we dat uit die kast gevist hebben. Maar wat er nog meer in die kast ligt, dat weet ik niet. Of er meer ligt.
op die manier zijn ze gewoon bezig geweest. En ook bewijsmateriaal gemasseerd totdat het daar terecht kwam waar ze het wilden hebben. Hoe bedoelt u dan? Nou, kan een aantal voorbeelden zal ik dan geven. Er is iemand die hoort een schreeuw op een bepaald moment. Ja, dan weet hij niet precies wanneer. En uiteindelijk zegt hij, ja, het kan misschien vrijdag 7:30 geweest zijn. En vervolgens wordt er dan dus ook gezegd dat hij dat vrijdag 7:30 gehoord heeft. Hoe zit het dan met de sleutel die bij uw cliënt is aangetroffen en die bij de woning van het slachtoffer hoort? Nou, bleek dat mijn cliënt op dat park heeft gewoond en hij 2 of 3 binnendeuren had waar deze sleutel dus ook officieel op paste. En bij het slachtoffer paste die op de slaapkamerdeur waar niemand achter lag, die was ook open, en op de slaapkamerdeur waar het slachtoffer vermoord achter lag. Maar dan is er nog het belangrijkste spoor. De vingerafdruk aan de binnenkant van de plastic zak die om het hoofd van Renate zat. Hoe verklaart Helberg dan dat het zijn vingerafdruk betrof? Er zijn meerdere vingerafdrukken gevonden van deze vuilniszakken. Dus dat waren 3 soorten vuilniszakken. In grijs, blauw en doorzichtig vuilniszakken. En deze vuilniszakken die heb ik benut om als ik een plafond verf en rol, om die spetters te voorkomen, heb ik die plastic zakjes op de bank gelegd, boven op de tafel, en ik heb ze zo beschermd. En daarom zijn mijn vingerafdrukken op plastic zakjes gekomen, van binnen en van buiten. En niet op 1 plastic zak, maar op meerdere plastic zakjes. Maar als u die plastic zakjes gebruikt om dingen af te dekken, dan is het toch niet logisch dat uw vingerafdruk aan de binnenkant zit? Als ik bijvoorbeeld de bloemenwaas met nepbloemen, ja, afscherm, dan ga ik met de handen naar binnen en trek het plastic zakjes uit elkaar en dan zijn automatisch mijn vingerafdrukken erop. Ook de bebloede schoenafdruk uit Renates huisje blijkt bij nader onderzoek toch niet te passen bij het profiel van Helbergs schoenen. Maar er zijn meer sporen die niet van Helberg afkomstig kunnen zijn. Want het bij het slachtoffer gevonden sperma bleek, zo wees DNA-onderzoek uit, ook niet van de klusjesman. Maar van welke man is het sperma dan wel? En welke rol speelt hij? Uit het rechercheonderzoek blijkt dat de gereserveerde Renate Schauerhammer niet de vrouw is die ze op het eerste gezicht lijkt. Volgens haar familie in Duitsland gaat Renate slechts iedere maand 1 keer voor een paar dagen naar de vakantiebungalow. Getuigen in Nederland verklaren daarentegen dat ze vrijwel iedere donderdag kwam en dan vaak maar voor een paar uurtjes om midden in de nacht weer snel naar Duitsland terug te rijden. Ze was een echt nachtmens, aldus de verklaringen. Renate blijkt al ruim 6 jaar een geheime liefdesrelatie met een restauranthouder uit de Bollenstreek te onderhouden. En het gevonden sperma is van hem afkomstig, aldus het DNA-onderzoek. De minnaar geeft tegenover de recherche toe dat hij inderdaad met Renate naar bed is geweest en wel op donderdagavond. Op vrijdagavond, de avond van de moord dus, komt hij Renate weer ophalen bij haar bungalow. Ze hadden een afspraak om ergens wat te gaan eten, aldus een verklaring. Maar, zo verklaart de man verder, als hij rond 9:00 s'avonds arriveert, ziet hij dat alles dicht is en de auto van Renate er niet staat. Hij wacht een kwartiertje, schrijft dan een briefje voor zijn minnares en doet dat onder de kloppen van de voordeur van de bungalow. Dan keert hij terug naar zijn restaurant en brengt de avond daar kaarten met een stel vrienden door, aldus een verklaring tegenover de recherche. De vrienden bevestigen de kaartavond, maar het briefje aan de deur van Renates huisje wordt nooit gevonden. De minnaar ontkent dus dat hij op de avond van de moord Renate nog heeft ontmoet. Dat terwijl toch echt zijn sperma bij haar is gevonden. Kan dat wel? Uit getuigenverklaringen in het dossier blijkt namelijk dat het slachtoffer de hele dag na dit seksuele contact nog allerlei activiteiten heeft ondernomen. Je mag er toch bijna van uitgaan dat de vrouw zich na die vrijpartij op donderdagavond in ieder geval een keer heeft gedoucht. Het is voor de schuldvraag dus van belang om vast te stellen
hoeveel sperma er is aangetroffen. Maar op deze vraag krijgt de recherche geen antwoord. Want als officier van justitie meester Renkensen dit aan het gerechtelijk lab vraagt, krijgt zij nul op request. Want het lab schrijft dat er geen uitspraken gedaan worden over de hoeveelheid aangetroffen sperma in verhouding tot de tijd die verlopen is tussen de datum van de sectie en de datum van de geslachtsgemeenschap. Het is dus moeilijk om een conclusie te trekken over het belang van het gevonden sperma en daarmee de rol van de minnaar. En terwijl politie en justitie ervan overtuigd blijven dat de Duitse klusjesman de moord op Renate moet hebben gepleegd, hier in deze vakantiebungalow achter mij, neemt ook het aantal aanwijzingen dat er misschien beter in een andere richting gezocht kan worden steeds meer toe. Renate heeft een dubbel leven geleid met haar minnaar, de restauranthouder. Maar de vraag is of dat alles is. Of was er misschien sprake van een tweede dubbel leven, waar zelfs haar beste vrienden geen weet van hadden. En inderdaad, er is meer. De deftige Renate blijkt een graag geziene gast in onder meer dit café in Hillegom, waar veel truckers komen. Ik heb niet de indruk dat ik de enige was waar ze het mee deed. Want ik heb in mijn omgeving om me heen wel van enkele meer gehoord dat ze ook met hem meegegaan waren. De amoureuze escapades van de 54-jarige welgestelde dame uit Duitsland beperkte zich dus niet tot één Nederlandse minnaar. Maar de vraag is nu, vormden deze geheime avontuurtjes ook de aanleiding tot haar gewelddadige dood? Zometeen, na de reclame, het slot van ons dossier, de moord in bungalow 206. Dat steeds mysterieuzer wordt. De recherche was ervan overtuigd dat de klusjesman Uli Helberg de moord op de deftige Renate Schauerhammer had gepleegd. Maar hij werd door de rechtbank en het gerechtshof vrijgesproken. Ondertussen stapelden wel de aanwijzingen zich op dat de Duitsen een verrassend dubbel leven leidden. Moet de moordenaar misschien in een heel andere hoek worden gezocht dan de recherche heeft gedaan? Er zijn inderdaad enkele belangrijke aanwijzingen gevonden in het vakantiehuisje van Renate, die alleen maar nieuwe vragen oproepen. Want hoe zit het met de schoenafdruk die in het bloed in Renates huisje is achtergebleven? Nooit is komen vast te staan dat die van de klusjesman Helberg is. Maar ook de restauranthouder past deze schoen niet. Wie wel, blijft een raadsel. Verder is vast komen te staan dat het slachtoffer vezels en bloed onder haar nagels had. Wellicht van de dader afkomstig toen de vrouw zich even verzette. Maar laboratoriumonderzoek geeft geen uitsluitsel. Ook zijn er in de buurt van het lichaam haren gevonden die niet van het slachtoffer zijn. Van wie ze dan wel zijn, blijft een raadsel. En dan is er iets vreemds aan de hand met het meubilair in het vakantiehuisje. In de woonkamer staat een stoel uit Renates slaapkamer. Die stond daar volgens de klusjesman op vrijdagmiddag nog niet. Renate pakt die stoel, zo verklaart Helberg uit eigen ervaring, alleen als ze meer dan twee mensen op bezoek heeft. Terug naar de avond van de moord. Volgens de politie moet Renate op vrijdag tussen 5:00 PM en 8:00 PM zijn omgebracht. Ze zou dus al dood naast haar bed moeten liggen als haar minnaar om 9:00 tevergeefs bij de bungalow staat te wachten. Maar er is ook een getuige die zegt dat zij tussen 9:00 en 11:00 die vrijdagavond Renate in haar zwarte auto op de parkeerplaats van het bungalowpark zag staan. Achter het stuur zat een man met een snor. Was hij misschien met Renate eerder die avond in snackbar De Prooi in Noordwijkerhout? Want een medewerker daar zegt er zeker van te zijn dat het slachtoffer met een man die gebroken Duits sprak om 8:00 PM een frietje en een kroket heeft gegeten. Het maagonderzoek in het laboratorium lijkt dit te bevestigen, want in de maag van het slachtoffer worden vleesresten aangetroffen, mogelijk dus afkomstig van de kroket uit de snackbar. Aan de andere kant kunnen deze etensresten ook soep zijn die waarschijnlijk in de pan zat die bijna leeg werd aangetroffen op het fornuis van de bungalow. Volgens Helberg was die pan op vrijdagmiddag namelijk nog gevuld. Waarom zou Renate met een Duitse man in een snackbar iets gaan eten terwijl ze een uur later met haar minnaar naar een restaurant zou gaan? Het aantal raadsels lijkt alleen maar toe te nemen. Want wat is de rol van de groene Mercedes die onbeheerd achter Renates auto is aangetroffen? Het dossier meldt er niets over.
Het enige wat hierover duidelijk wordt is dat de politie na verloop van tijd de auto weer teruggeeft aan de eigenaar en dat deze eigenaar notabene voorkomt in het politieregister. Als de recherche de zwarte auto van Renate, die op nog steeds onverklaarbare wijze voor vrijdagavond 11 uur op de parkeerplaats moet zijn terechtgekomen, nader onderzoekt, geeft deze een serie opmerkelijke aanwijzingen prijs. In de asbak van de auto liggen 4 peuken van 4 verschillende merken sigaretten. Renate zelf rookt niet en DNA-onderzoek op het speeksel van de peuken wijst uit dat ze door tot op heden onbekende verschillende personen zijn gerookt. 3 mannen en een vrouw. De onbekende man met de snor, het bezoek aan de snackbar, de 4 sigarettenpeuken in haar auto, allemaal nieuwe aanwijzingen voor een tweede dubbelleven van Renate, waar niemand weet van heeft. En inderdaad, uit deze aanvankelijk buiten het dossier gebleven processen verbaal blijkt dat de Duitse dame van stand niet alleen een geheime minnaar had, maar nog veel verder ging. Wat stond daar onder meer in dan? Nou ja, daaruit bleek dat mevrouw een dubbel leven in een dubbel leven had. Haar dubbel leven was een minnaar die ze hier had. En ja, daar zat als het ware nog een dubbele wand achter. En als die meneer verdwenen was van het toneel, dan ging zij een ander toneel nog eens op. En had lovers van verschillende pluimage, in ieder geval absoluut niet bij haar sociale status passend. En ja, daar heeft ze zich horizontaal prima mee vermaakt. En of dat nou de parkeerplaats was, of in de auto, of Joost mag weten waar. Maar ja, dat was een enorme verrassing dat dat er ook nog bij was. Mijn beroep is vrachtwagenchauffeur. En ik heb Renate leren kennen in de Hankhuis in Hillegom. Dat is een cafeetje waar ook wel veel vrachtwagenchauffeurs komen. Daar heb ik er bijna elke maand, wel een keertje gezien. Soms zag ik er in Lisse in de barbaar, daar kwam ze wel eens met haar man ook. En op een gegeven moment, toen zat ze ook in de Hankhuis en toen wou ze dat ik met haar mee ging naar huis. Maar een kwartier nadat zij vertrokken was, ik wou mezelf nog even douchen, maar dat mocht niet van haar. Ik moest zo met haar mee. Ik was bij haar in haar bungalowtje in Noordwijkerhout. En ja, daar hebben we nogal heftig de liefde bedreven. En na een uurtje 3, toen ben ik weer weggegaan. Een oplossing van de moord op Renate Schauerhammer is hiermee verder weg dan ooit. De vrouw had vele geheime minnaars uit even zoveel milieus. En daarmee is het aantal potentiële moordenaars van de Duitse dame opeens groter geworden. Renate Schauerhammer werd 54 jaar. Politie en justitie waren er steeds van overtuigd dat Manesje van Alles, Uli Hellberg, de moordenaar van Renate was. Hoewel er volgens diezelfde Hellberg en zijn advocaten ook andere scenario's mogelijk waren. Volgens justitiewoordvoerster mevrouw Horstink is er goed gerechercheerd door de politie. Is het nu eenmaal helaas all in the game dat sommige misdrijven onopgelost blijven. In ieder geval voorlopig. Onder de nagels van het slachtoffer is onder meer bloed aangetroffen en mogelijk ook huidresten. Heeft onderzoek daarnaar iets opgeleverd? Alles wat is aangetroffen is in beslag genomen en doorgestuurd naar het gerechtelijk laboratorium is onderzocht. Maar heeft niet traceerbaar tot een verdachte geleid. Alleen het DNA-onderzoek heeft opgeleverd dat het sperma wat is aangetroffen herleidbaar was. Iemand die ook had verklaard gemeenschap met haar te hebben gehad, maar dat was niet de verdachte. Maar kon uit het materiaal wat onder die nagels zat DNA gehaald worden? Dat was niet het probleem technisch. Er is onderzoek verricht, alleen niet traceerbaar naar een persoon die als verdachte kan worden aangemerkt. Dus ook niet naar de verdachte die later terecht heeft gestaan? Ook niet. De auto van het slachtoffer is onbeheerd op een parkeerplaats aangetroffen. Vervolgens heeft de politie de zoon van het slachtoffer in die auto laten stappen en laten wegrijden. Is dat een verstandige manoeuvre geweest?
Ja, achteraf bezien is het makkelijk zeggen. Dat had niet moeten gebeuren. Op het moment zelf had de politie geen enkele aanleiding. Overigens is er de auto... Er was een vermissing natuurlijk. En ja, de auto werd onbeheerd aangetroffen op een gekke plek. Dat is toch wel enigszins verdacht? Nee, op dat moment was nog geen aanwijzing van de misdrijf. Alleen een vermissing. Lang niet iedere vermissing leidt tot een misdrijf. Achter de auto op de parkeerplaats stond een oude Mercedes. Wat heeft het onderzoek daarnaar opgeleverd? Anders dan dat de eigenaar wel een bekende van justitie was. Ook die auto is meegenomen naar het bureau toen de auto van het slachtoffer was aangetroffen. Is ook onderzocht, de eigenaar is gehoord. En dat heeft in ieder geval ook niet een spoor opgeleverd naar een verdachte toe. Hoeveel relaties heeft justitie kunnen vaststellen dat het slachtoffer in de loop der jaren hier in Nederland heeft gehad? Ik wil daar alleen in die zin op ingaan dat daar onderzoek naar is gebeurd om te traceren of er een motief was. Maar ik wil niet te diep ingaan op het privacy, het privéleven van het slachtoffer. Zij is dood en ik wil dat respecteren. In ieder geval, die sporen en die contacten zijn nagetrokken en hebben ook in ieder geval niet geleid tot het rijzen van een vermoeden, van een verdenking tegen een ander persoon. En al die stukken zijn overigens ook aan de advocatuur overgelegd. Ja, nu is het juist de advocaat die zich erover beklaagt dat ze die stukken aanvankelijk niet heeft gehad en dus in feite te laat in bezit heeft gekregen. Vindt u dat een terechte klacht? Nee, volslagen onterecht. Er is geen onthoudingsprocedure in die zaak geweest. En dan bedoel ik met onthoudingsprocedure dat om opsporingsbelangen te dekken derden, zoals advocaten, pas later stukken krijgen. Dat is in deze zaak helemaal niet het geval geweest. Maar goed, die moment advocaat dat... zegt, ik heb ze niet gekregen. Pas nadat ik er zelf om ben gaan vragen, zijn die stukken boven water gekomen. Zij heeft de indruk dat ze anders niet zou hebben gekregen. Dat is niet het geval, want ze had bij het dossier. De rechter heeft er ook kennis van kunnen nemen. Op het moment dat ze klaar waren, heeft ze gekregen. Er zijn geen onthoudingsprocedures. Dus als de advocaat beweert van de recherche heeft stukken achtergehouden, dan is dat niet waar. Is niet waar. De verdachte in deze zaak is vrijgesproken. Het onderzoek nu weer helemaal terug bij af? Nee, er is een uitgebreid onderzoek geweest. Dat heeft niet tot een veroordeling geleid. Ook het OM heeft in hoger beroep al tot vrijspraak geconcludeerd. Daarmee is de zaak tegen deze verdachte natuurlijk afgelopen en afgesloten, tenzij er een nieuw materiaal zou komen. Het onderzoek is afgerond, maar wij blijven natuurlijk alert dat als er ooit weer hele sterke nieuwe aanwijzingen zouden komen, staat de politie en het OM natuurlijk klaar om dit soort ernstige feiten te proberen alsnog op te lossen. Wat houdt u voor gevoel over aan deze zaak? In die zin dat er hard aan is gewerkt door de politie en ook door het Openbaar Ministerie. En het is natuurlijk altijd vervelend in een dergelijke zaak dat je het bewijs niet rond kunt krijgen. Maar dat is niet door fouten gebeurd of wat dan ook. En dat is all in the game. Maar de politie heeft zijn werk gedaan. Tot zover persofficier meester Horstink. Bij ons in de studio is nu aanwezig de advocaat van de vrijgesproken Uli Helberg. Dag mevrouw Bos. Ik heb in de reportage gezegd, ik heb wel eens verdachten met minder bewijs veroordeeld zien worden. Kunt u die redenering volgen? Jawel. Alleen in dit geval leek het erop alsof er veel bewijs was, maar het was eigenlijk allemaal door te prikken. Uw cliënt had de schijn wel behoorlijk tegen. Ja, ik begon met de zaak terwijl ik 5-0 achter stond voor mijn idee. Ja. En toen? Nou... Ja, toen viel het op dat als je het onderzoek van de politie overdeed, dat een aantal dingen in een heel ander daglicht stonden. En dat er een heleboel verrassingen naar boven kwamen. U heeft dat zelf overgedaan allemaal? Nou, ik heb gelukkig wel een beetje hulp gehad, maar ik heb inderdaad alles over moeten doen. Daar komt het in feite op neer, ja. Maar u zegt dan eigenlijk, de politie heeft haar werk niet goed gedaan. Want toen ik het overdeed, kwam ik tot andere bevindingen. Ja, dat... Ik zal niet zeggen dat ze niet hard gewerkt hebben. Ik denk dat ze heel erg hard gewerkt hebben. Maar niet goed, denk ik. Vindt u het een terechte vrijspraak? Ik vind het een terechte vrijspraak. Niet omdat ik natuurlijk nooit zeker weet of mijn cliënt het wel of niet gedaan heeft, want ik ben er niet bij geweest. Maar ik vind het een terechte vrijspraak omdat de wijze van onderzoek zoals het op deze manier is gebeurd,
niet zou mogen, niet mogelijk, ja, niet zou kunnen. Vindt u dat uw cliënt genoeg gezuiverd is van alle blaam? Of heeft u het gevoel, en hij dan met name, dat politie en justitie hem nog steeds als de dader beschouwen? Ja, dat is ook eigenlijk met zoveel woorden gezegd. Ook door het OM in hoger beroep. Van hij is in ons idee de dader. We kunnen het alleen niet rondkrijgen. Dus gezuiverd is hij niet. Dat zou hij pas zijn als er echt onomstotelijk een andere dader in de kraag gevat wordt. En dit blijf je natuurlijk altijd achtervolgen, zo'n ervaring. In de reportage heeft u gezegd, er zijn mij stukken onthouden. Die heb ik in ieder geval veel te laat gekregen. En pas nadat ik daar zelf over ben gaan vragen. De persofficier, mevrouw Horstink, die zegt, dat is onzin. De advocaat heeft alle stukken gehad. En als ze zegt dat het niet zo is, spreekt ze niet de waarheid. In zoverre heeft ze gelijk dat ik uiteindelijk ook alle stukken, dat hoop ik dan maar, want dat weet ik niet zeker. Maar dat ik extra nog een aantal stukken heb gehad. Dat was zo'n dossier. Maar de rechtbank had het niet. En het maakte ook geen onderdeel uit van het procesdossier. Want dat zie je aan de nummering. Dan was het dus op een bepaalde manier doorgenummerd. En het sloot dus helemaal niet aan. En ik kreeg het uiteindelijk wel. En toen ik daaruit citeerde tijdens de rechtszaak, toen werden alle rechters zeer onrustig. Want die vroegen zich af waar ik dat allemaal vandaan haalde. En die kenden de stukken niet. En toen heeft ook bij de rechtbank de officier moeten erkennen, ja, dat er een boel misgegaan was. En waarschijnlijk ook dat de rechtbank de stukken niet had. Dus toch stukken achter de hand gebleven, een poosje. Nou, ik heb kunnen constateren dat de rechters niet wisten waar ik het over had. Dat werd wat makkelijker gemaakt omdat ik stukken gekopieerd had en die achter mijn pleitnota had geniet om het zoekwerk te besparen voor de heren. En ik ben ervan overtuigd dat ik ze bij toeval gekregen heb. Uw cliënt is vrijgesproken. Ik mag aannemen dat een forse schadeclaim ligt te wachten. Die hebben we wel neergelegd. Of die gehonoreerd wordt, kunnen we pas achteraf vertellen. Om hoeveel gaat dat? Uw cliënt heeft 4 maanden vastgezeten. Om een substantieel bedrag. En dat maar, is? Nou, dat vinden we niet nodig om dat publiek te maken. Maar een flink bedrag? Ja. Wat doet uw cliënt nu? Hij houdt zich bezig met werkzaamheden en probeert de draad weer op te pakken. En het is een sterke persoonlijkheid, dus ik denk dat hem dat ook wel weer zal gaan lukken. We zullen zien. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Daarmee besluiten we onze uitzending van vandaag. Volgende week zijn we er weer. En dan dus met de spectaculaire ontmaskering van de oplichtersbende, waar u eerder vanavond al een voorproefje van zag. Dan ziet u alles van deze verborgen camera-operatie die zijn weerga in Nederland niet kent. Kijkt u dan ook? Dan heeft u in ieder geval een alibi. Tot dan.